Ja, vrienden, hebben jullie hem gezien? Dat filmpje van Enzo Knol. Beter bekend als Knol en zo. Heb je die? Hij wordt aangehouden, hè? Die Knol, hè? Die is dus heel groot op YouTube. Voor de mensen die dat niet weten, die heeft meer bijna 2,5 of 3 miljoen volgers. Die jongen die doet dat heel goed, heel knap. Maar die rijdt in een grote Porsche en die wordt aangehouden. En die rijdt 170 kilometer per uur. Zijn vriendin dan, hè? Onze Knol en zo, die zat ernaast. Nou, en wat gebeurt er? Dan krijgen we een aanhouding door de politie. En die politie is heel braaf en heel beschaafd tegen hem. En die wijst er alleen maar op dat hij gewoon veel te hard rijdt. Nou, en dan gaat dus die Knol en zo, die gaat dan een beetje arrogant en heel vervelend die zegt, ja, ik wil niet op zo'n toontje worden toegesproken tegen die agent. Weet je al, dat werk. En die agent zegt, ja, maar luister eens even goed. Er zijn er net 4 overleden door te hard rijden in Friesland. Dus daarom waarschuw ik u. En, oh, daar ging hij ook nog even, had hij ook commentaar op. Kortom, die Knol en zo, die zat daar een beetje arrogant en heel vervelend te doen tegen die agent. En die agent, die deed echt niks. Nee, die was echt heel keurig. En kijk dat filmpje er maar op na, want het staat overal online. En dan denk ik bij mezelf, welke misverstanden hebben we hier nou allemaal achter elkaar? Met die Knol en zo. Want Knol en zo is sowieso, heeft hij een voorbeeldfunctie? Ja. Voor heel veel jongeren, honderdduizenden jongeren die hem volgen elke dag. En welk signaal geef je hier nou af? Van doe maar arrogant en vervelend tegen een politieagent. En ja, dat is die watjesgeneratie. Ja, die accepteren geen gezag. En dat zit hij ook nog eens een keertje, zit hij dat vuurtje op te stoken. Gadverdamme nog aan toe. Trouwens, Knol en zo, je bent bijna 30 jaar. Je gedraagt je werkelijk als een puber. En je ziet daar gewoon een verwende, vervelende kwal uit te hangen in dat filmpje. Ja, hou op, jongen. Wat slaat dit allemaal op? Daarbij heb je Knol en zo. Je hebt ook nog eens een keer het filmpje gezien vooraf. He, want je ging dus gauw cameraatje aanzetten om die agent te filmen. Dan heb je het allemaal nog eens een keer bekeken, het filmpje. En toen dacht jij bij jezelf, dat ga ik erop zetten, want dan ben ik stoer. Het tegendeel van stoer ben je. Nee, je brengt jezelf om zeep, man. Je hele imago. Want het was van leuke, onbezorgde jongen op YouTube. En nu, dat is helemaal voorbij nu, want nu ineens ben je gewoon een heel vervelend gozertje. Ja, met zo'n, ja, want je bent, het probleem bij jou is natuurlijk ook, zoals bij de meeste van die gasten, egootje. Ja, Knol en zo, ja. Ja, je bent hier zelf gaan geloven, jongen. Ja, je denkt dat het echt iets voorstelt. Oh, en dan ben je zo de lul. En dat ben je nu. Nu ben jij de pineut. Ja, ja. Want nou moet je eerst weer zorgen dat je je egootje doorprikt. En dat je weer een beetje normaal gaat doen. Nou, alsjeblieft. Hey, Knol en zo. Zorg dat je weer heel gauw en zo Knol wordt.